Laten we maar met de deur in huis vallen. Memphis Depay is beschikbaar voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De aanvaller trainde vandaag nog weliswaar apart van de groep. Maar dat mag voor komende zondag geen probleem zijn. En voor de rest heeft Ernst Faber geen personele problemen. Met dien verstande dat Karim Rekiek natuurlijk geschorst is. Hij wordt vervangen door Jorrit Hendricks. PSV strijdt om plaats 3 en 4 en wil in elk geval graag de play-offs aan het eind van de competitie ontlopen. En in dat verband is het jammer dat de afgelopen twee wedstrijden tegen Groningen en Heerenveen werden verloren. Hoe kijkt doelman Jeroen Zoet op die twee nederlagen terug? De wedstrijd thuis tegen Groningen, denk je, als PSV zijn, die moet je gewoon winnen. En ja, Heerenveen uit weet je dat het lastig is, maar ja, daarin hebben we ook zeker het eerste half uur laten zien dat we goed kunnen voetballen. En, ja, daarin hebben we die kansen moeten afmaken die we gekregen hebben. En dan hadden we nu eigenlijk heel anders voor gestaan. En op een of andere manier zijn we nog slordig in het nakomen van de afspraken die we hebben gemaakt. En worden die dan helaas voor ons afgestraft. Goed, we creëren ook de eigen kans en dat is in ieder geval positief. Maar hoe kan het toch dat je na een tegentreffer zo van de leg raakt, om het zo maar te noemen? Nou ja, goed, we kunnen altijd wel terug blijven kijken. Maar het gaat voor ons vooral om dat we... zeker naar zondag toe de afspraken nakomen in het aanvallen en het verdedigen. En kansen krijgen we altijd en hopelijk maken we ze af. Ik denk dat het gewoon op dat moment een redelijk harde tik is, omdat je de wedstrijd best onder controle hebt. En dan komen hun er één keer uit en wordt er niet goed gedekt. Dan gaat die bal via de rebound gaat er nog heel goed in. En dat was een dreun. En daarna hebben we nog steeds wel mogelijkheden om de gelijkmaker te maken. En, ja, als je 1-0 achter staat en je komt terug, dan denk ik dat je er ook nog overheen kan. En ja, op een gegeven moment werd het veld veel te groot. En daardoor ging het heel veel op en neer en werd het 2-0. Maar goed, die nederlagen tegen Heerenveen en Groningen hebben er dus voor gezorgd dat de tweede plaats voor PSV onbereikbaar is. Dus rest de strijd om plaats 3 en 4. En op die manier ontloop je in ieder geval lastige play-off wedstrijden. Ja, wij moeten er gewoon voor zorgen dat wij rechtstreeks Europees voetbal halen. En het liefst een ronde later dan op plek nummer 4. Dus voor mezelf spreek ik dan dat ik het liefst nu nog derde wil worden. En daar moeten we alles aan doen in deze laatste drie wedstrijden. Goed, voor ons is het belangrijk dat we onze aandacht richten op ons eigen spel. Ja, daarin kunnen we ook een fases domineren in de wedstrijd. En van daaruit gaan wij zorgen dat we goed resultaat halen. Zo hebben wij ook 8 wedstrijden in een flow gezeten en is het thuis tegen Groningen misgegaan. Dus zo kan het bij Feyenoord ook misgaan. En daar moeten wij voor zorgen dat wij gewoon thuis met het publiek erachter een goede pot neerzetten. En daar zegt Jeroen Zoet iets heel belangrijks met het publiek erachter. Want de sfeer in het Philipsstadion zou er wel eens voor kunnen zorgen dat er een ambiance ontstaat waarin PSV eenvoudigweg niet kan verliezen. Het gaat om onze bereidheid te tonen naar het publiek dat we... maximaal resultaat willen halen en dat moeten we dan samen doen met elkaar. Zondagmiddag 4:30, ik hoop dat het mooi weer is en dan een beetje een idee als de wedstrijd tegen Ajax thuis. Ja, een beetje een gevoel van een Europese wedstrijd, daar staat heel veel op het spel. Ja, dat ook, maar natuurlijk, je moet voor jezelf spanning creëren, maar het moet ook weer niet te veel spanning zijn waardoor je verkrampt en gewoon met onze kwaliteit goed spel laten zien. Wat verwacht jij voor wedstrijd? Ja, wat je zegt, Feyenoord zit in een redelijke flow en die willen er ook volle bak voor gaan. Als ze tweede willen worden, dan moeten ze ook resultaten halen. En wij willen Europees voetbal halen en dan moeten we ook resultaten voor halen. Dus twee ploegen die graag willen winnen en voetbal moeten spelen om tot doelpunten te maken. Ik denk een leuke wedstrijd. Nou goed, stukken ploeg. Maar ook daar... krijg je kansen tegen en kun je tegen voetballen. Natuurlijk hebben ze ervaring en zijn ze een aantal jaartjes bij elkaar. Goed, er zijn toch zwakheden in die ploeg en mogelijkheden voor ons. En die heb jij natuurlijk al lang geanalyseerd, maar dat ga je mij nu niet vertellen. Nee, dat is duidelijk. Dat klopt.